welkom bij deze unieke aflevering van Henny Super Surprise. Waar zit de persoon die niet voor de poes is? Wie verdient er een stroperige verrassing? En welke Jumbo-medewerker krijgt de schrik van haar leven? Vanuit het magazijn is hier uw blijven voor thuisman en surprise-man. Dames en heren, Henny Huisman. Hallo. Leuk dat jullie er zijn. En dames en heren, welkom bij deze echt zeer speciale Henny Super Surprise. We gaan mensen verrassen die het hele jaar nog na zullen denken van wat is mij nou overkomen. Bijvoorbeeld Luc. Luc van alle studenten. Wie is Luc? Jij bent Luc. Ja. Hallo Luc. Vertel. Nou ja, ja, vertel het maar meteen. Vertel gewoon waar we hier zijn. Ja. Nou, wij wonen in Delft met een mannetje op 14. En nou, dat kan nog wel eens een klein beetje rommelig worden. Aan je stem te horen zijn jullie studenten. Ja. Nee, we studeren in Delft. En nou ja, dat wil nog wel eens een beetje rommelig worden. Dus we dachten, hè, dat kan... Het is gewoon een zootje bij jullie. Wordt er niet schoongemaakt? Wordt er niet goed schoongemaakt? Doen jullie wel wat of... Of alleen smiddag maken? Nee, dan maak alles schoon, zeker. Ja. Alles zelf schoonmaken. Maar waarom heeft Luc dan gezegd van het is niet zo schoon als het eigenlijk zou moeten zijn? Nou ja, zeker nu in de vakantie, dan wil iedereen nog wel eens even zijn taakjes neerleggen. En dan wil het wel een beetje een... Liggen er hier en daar wat plakaten en misschien wat remsporen die niet worden gehaald? Geen commentaar. Geen commentaar. Nou, ik heb de eerste verrassing voor jullie. Hoeveel zijn jullie nu? We zijn met z'n drie. Nou, kom even met me mee. Want dan heb ik de eerste verrassing voor jullie. Loop even mee, want zo weer terug. We hebben namelijk hier de chef schoonmaken. En, want je weet, in een grote winkel gebeurt nog wel eens het een en ander. En dan willen we graag even kijken hoe jullie dat gaan doen. Dus Michel. Hallo. Hi, nou, kijk, dit zijn de boys. Een beetje zo, maak het een beetje open, zodat we even zo kunnen staan. We gaan even zo staan. En dan moet je even vertellen, Michel, wat ga je ze leren? Nou, wat hier veel gebeurt, is dat de toetjes altijd kapot vallen. Kijk, ik zal het laten zien. Dat gaat dan zo. Oh, nou, ja. Dan mogen jullie dan schoon gaan maken. Oké. Okay. Kijken of jullie dat goed kunnen. Ja, oké. Dus dan gaan we eens even oefenen met jullie. Want je moet ze een beetje natuurlijk helpen. Om weg, ja. En dan gaan we eens even tegenaan. Ja. We mogen het dan ook eerst vies maken, of niet? Ja, dat mag. Ja, mag hoor. Als jullie... Ja. Nou, hup. Hup, zo, die moet je. Ja, hartstikke. Nou, goed zo. En dan mogen we het zelf schoonmaken. En dan kom ik straks even kijken hoe het gaat, hoe het geworden is. Want dat moet helemaal glimmend worden, ja? Is goed, gaan we doen. Ja, oké, goed idee. En dan gaan we nu even kijken naar een filmpje. Ik ben Caroline. Ik werk sinds 2 jaar als vrijwilliger bij de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. En ik ben degene die op de ambulance rijdt. Een zwerfkat is altijd voormalig een huiskat geweest. Het is niet bekend hoeveel zwerfkatten er zijn. Er is vorig jaar een onderzoek gedaan en daar blijkt dat er in ieder geval meer dan, ik dacht 60.000 of 600.000 zwerfkatten zijn. Nou, wij zijn een kleine stichting en we hebben niet zoveel subsidie. Wij doen ook regelmatig een actie van mensen. Het hoeft niet alleen geld te zijn, daar zijn we ook blij mee. We hebben nu flyers gemaakt. Dat is een kat met een sneeuw op zijn kop. Van, nou, u heeft vast een heerlijk kerstdiner. En wij zouden ook graag wat lekkers willen eten. Dus we hebben bij een bepaalde zaak die flyers opgehangen. Dozen neergezet, maar voer, broekjes, bleekwater, vuilnisbakzakken, daar zijn we ook heel blij mee. Nou, zeer ontroerend filmpje van kattenliefhebsters en ze zijn ook in de studio. Kom even deze kant op en zeker deze weer. Hallo. Want die wist helemaal van niets, hè? Nee. Ga zitten. Neem plaats. Kan ik er nog bij? Ja, denk het wel, hè? Zo. Jij hebt dat mooie filmpje gemaakt, want jullie zijn allebei dus van de Zwerfkatten Amsterdam, hè? Ja, Stichting
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Ja. Wat vind je van haar dat ze nou jou heeft opgegeven voor deze show? Verschrikkelijk. Meestal mensen die heel goed voor dieren zijn, die houden er niet van om in het zonnetje gezet te worden. Nee. Maar, maar we gaan het op een speciale manier bij je doen. Want ik heb begrepen van je vriendin dat jullie een aantal dingen nodig hebben. En het eerste vond ik heel vreemd, dat is namelijk bleekmiddel. Ja, nou wij... Omdat ik kom uit de stam met een katholiek gezin en dan gaven ze nog melk aan de poes. Maar tegenwoordig... Bleekmiddel, nee. Nee, sowieso is melk uit den boze. Ja, nee, maar bleekmiddel hebben wij gewoon heel... Wij gebruiken zeker 2 à 3 liter bleek per dag. Om alles goed schoon te kunnen krijgen. Ja. En dan begreep ik ook van jouw vuilniszak heb je heel erg nodig. Ja, want we hebben gewoon... Je moet, kijk, dat afval kun je niet laten staan tot de volgende dag. Dat gaat stinken. Zeker in de zomer is dat aan het eind van de dag al niet meer lekker. Dus daar gaan zeker een stuk of 10 vuilniszakken per dag doorheen. Oké, dat gaat dus heel hard. Je moet allemaal vergiftes en gaves hebben natuurlijk. Ja. En donateurs en zo werkt dat meestal. Maar ze eten ook natuurlijk veel. Ja. Ja. Dat gaat ook maar door. En toen zei jij, je kan haar het meest blij maken om ze te vertellen dat ze kattenvoer er ook bij krijgen. Ja. Weet je wat we nu doen? Nee. Jullie krijgen... voor de stichting een jaar lang kattenvoer, bleekmiddel en vuilniszakken. Oh, nee, dat meen je niet. Ja, ik meen het echt. Ja. Dus kijk, kom maar even staan. Een jaar lang. Dat is toch geweldig, hè? Schitterend. Ja, Ik ben gewoon flabbergasted. Ja, echt waar. En niet een week, niet 2 weken, niet een maand. Echt maar een waar. Ja, echt waar. Oh, echt en het was al zo'n leuke winkel. Ja, dat was. Nou, ik wens jullie er heel veel succes mee. Dank Doe voorzichtig met het bleekmiddel. Hè? Ja, dat doen zeker. En leuk dat jullie dat zo voor elkaar bedacht hebben. En heel veel succes met de poesjes. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Heel hartelijk bedankt. Okay. Ik ben zo blij. Ja. En ik ga even kijken bij de studenten hoe die het maken. Ja, oké. Kijk ze nou eens werken. Kijk eens, hè. Hoe doen ze het? Ja, ze doen hun best. Kijk, het worden advocaten, het worden doktoren, tandartsen. Die zijn dus gewend met hun handen te werken. Nee. Het zit allemaal bovenin, hè. Hij heeft nooit zo hard gewerkt, volgens mij. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Ja, ik dacht al dat het kon. Maar ze doen zo hun best. Ja, dat is echt hun best. Geweldig, ja. Dat is ontzettend leuk. Hé, jongens, kom even bij me staan. Jij ook. Want ik heb voor jullie natuurlijk ook een geweldige verrassing. Kom erbij. Nee, ik mag erbij. Ja, maar hij komt niet helpen bij jullie. Je moet het zelf doen. Ja, hij wel uitgelegd. Ik dacht dat ik kon schoonmaken, maar wat deze man heeft uitgelegd. Ja, dat is niet normaal. Heel goed, hè? Ja. Jullie krijgen voor een jaar lang alle schoonmaakmiddelen die nodig zijn om feesten te geven, om braaksel op te ruimen wat 3 dagen oud is, om biervlekken weg te halen. Kijk eens, de hele winkelkar vol. Een jaar lang bleekmiddel. Alsjeblieft. Hé? Dat is geweldig, hè? Ja, geweldig. Dankjewel. Dankjewel. Top, hè? Kijk eens. Ik heb natte handen, maar dankjewel. Ja, dat maakt niet uit. Ze zijn gewoon. Ja, dat wel. Ja, oké. Heel erg bedankt. Goed zo. Helemaal vooruit. Ja, hier kun je voorlopig vooruit, hè? Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ja, goed zo. Nou, veel succes. Ja, wat gaaf. Bedankt. Oké. Gaat dat, mevrouw? Nee, ik zoek wat. Wat zoekt u, mevrouw? Ik zoek ontbijtkoek. Ontbijtkoek? Niet de goed. Ontbijt. Uw ontbijtkoek. Dat moeten we even vragen aan iemand, of er iemand weet... ontbijtkoek ligt aan de andere kant, mevrouw. Dan gaan we even daar naartoe, ja. Ja, kan dat, jongens, qua camera? Ja. Ontbijtkoek. Ja, ontbijtkoek. Vindt u dat zo... Is het nodig of zo, de ontbijtkoek? Oh, u heet 's morgens ontbijtkoek. Nee, 's morgens ontbijtkoek. Ontbijtkoek. Alles goed, ja, dat is hartstikke gezond. En welke ontbijtkoek neemt u dan altijd? Nou, dat hoeft niet, omdat wij daar met de camera staan. U moet nemen wat u wilt. Meestal wel, maar ik zit alleen niet bakkeren. Nou, weet je wat we nou doen? Dan doen we het volgende. Dan neemt u deze ontbijtkoek. Zo. En dan neemt u deze ontbijtkoek. En dan doen we deze ontbijtkoek. U eet het elke ochtend, zegt u toch? En dan...
Oh, is ook lekker. Nou ja. Nee, nee, zo bedoel ik het helemaal niet. Nee, nee. Nee, dan had ik er wel twee gegeven. Nee, even kijken. Hier doe ik er nog eentje bij. En dan doe ik nog hier een beetje bij. Nou, ja, dat kan ook nog. Naturel heb ik hier nog. En van een merk hier zo. En heb ik hier ook ongesneden. Kunt u het zelf nog snijden. En eentje met minder suiker. Zo. Nou. En dan heb ik hier ook nog eentje. Met gember. Zo. En dan heb ik hier deze ook nog bij. Alsjeblieft. Genoeg? Nou, ik denk het wel. Veel meer dan? Niet allemaal achter elkaar opeten, want dan wordt het druk op het toilet. Als u deze nou de kassa geeft, dan hoeft u niks af te rekenen. Dan krijgt u van ons. Ja, maar dat is veel te gek. Dat is veel te veel. Toch doen we dat. Nou, hartelijk bedankt. Ja, we hebben heel veel mensen al blij gemaakt. Maar er zijn ook mensen die hier werken. En eentje daarvan is wel heel bijzonder. Die gaan we nu waarschijnlijk heel blij maken. Hallo. 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 Jij bent toch net hier, of niet? Ik ben net hier. Ja, ja, ja. Ik wacht keurig op mijn beurt, hoor. Oh jee. Ja, ja. 5,50 alsjeblieft. 5,50. Nou, misschien 50 cent erbij. Moet even opnemen wat je allemaal zegt tegen de klant, hè? Ja? Ja. Oh jee. Ja. 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 Dank u wel. Alsjeblieft. 5 euro. Ja, oké. Okay, dank je wel. Fijne dagen. Wilt u de bon erbij? Allemaal de standaard dingen, hè, die hoort. Ja. Tot ziens. Hallo, Nettie. Hallo. Hoe lang doe je dit al? 30 jaar. 30 jaar? Ja. En weet je dat er mensen zijn die speciaal kijken waar je zit met de kassa en dan denken, we gaan naar Nettie toe. Wist je dat? Dat blijkt. Ja. Ja, dat blijkt. Ze zijn hier ook ongelooflijk gek op je. Ja, dat ga ik niet van mij zeggen. Nee, maar ik mag het toch zeggen? Je mag het zeggen, ja, ja hoor. Ja, ja, vanzelfsprekend. Want weet je wat je namelijk bent geworden? Jij bent geworden medewerkster van het jaar. Oh jee. Oh. Ja. Oh. En daar horen een paar dingen bij. Kijk, de dingetjes voor de volgende klant, dat is de gouden blok. Dat heeft een naam, hè? Dat heeft een naam. Hoe heet zo'n ding? Zo'n ding bedoelt ze? Ja. Ik weet het even niet. Je werkt er al 30 jaar mee en nou weet je niet alleen maar omdat die goud gekleurd is. En dan geef ik je bij deze de oorkonde medewerker van het jaar. Dank u wel. Geweldig, hè? Gefeliciteerd, hè? Zullen we zoenen? Ja, hartstikke goed. Top. En wij gaan weer even kijken naar een filmpje. Ik ben Rachel Hulshoff. Ik ben 38. We zijn in mijn afslankstudio, InShape Afslankstudio in Eindhoven. En hier begeleid ik nu al 10 jaar vrouwen om naar een streefgewicht en te leren om op gewicht te blijven. Ik vind het heel erg belangrijk dat mensen zich geen nummer voelen, maar gehoord voelen. Elk dieet is standaard, maar elk mens is nu eenmaal anders. Ik ben 10 jaar geleden 15 kilo afgevallen met mijn eigen afslankprogramma, Sling. En ja, ik kwam op een gewicht wat ik zelf nog nooit had ervaren. En toen dacht ik, ja, dit is het, dit moeten meer vrouwen weten. Want snack je veel nog? Ik heb verleidingen, ja. Tot snacken, ja, ja. Ze heet Rachel en ze is hier in de studio. Waar zit ze? Rachel, kom maar even bij. Hallo, ga zitten. De laatste vraag op het filmpje was een heel, ga even lekker bij zitten zo. Hele bijzondere vraag. Want wat was dat? Je zei dat je nog iets hebt. Ja, ik heb een kleine verslaving aan stroopwafels. Een verslaving aan stroopwafels. Ja, ik probeer hem te vermijden, maar hij komt wel eens op mijn pad. Ja. Ja. Nou, dan zou je toch verwachten dat je wat steviger zou zijn als je van stroopwafels houdt. Maar je bent slank. Ja, gelukkig ken ik de regels van hoe je goed op gewicht kunt blijven. En daar kan zelfs een stroopwafelsverslaving in passen. Dus, maar het is een verslaving. Het is echt iets waar je... Het is bijna eng, of niet? Ja, een beetje eng, ja. Ja. Nou, ik probeer het wel echt te minimaliseren, ja. Maar wat heeft die stroopwafel, wat heeft die dan? Wat heeft die een bepaalde bite of wat is het? Ja. Ja, je denkt misschien, waar zit hij te zwammen over stroopwafels? Maar we hebben hier met een verslavingsdeskundige, heb ik ingehuurd. En die zegt, ja, er is toch wel duidelijk iets mis met die mevrouw. Nou ja, ja, ieder zijn afwijking denk ik dan. Maar, ja, je noemt het zelf afwijking, hè? Ja, het is een verslaving. We ja. vonden het zo'n bijzonder verhaal. Ja.
En weet je wel wat dat zo aardig is? Je krijgt van ons een jaar lang stroopwafels. Wat denk je daarvan? Oh. Dan kun je er 's nachts uit, dan kun je er midden op de dag. Je kan, kijk eens, we hebben het even gedaan. Alsjeblieft, Rachel. En even goed slank blijven. Hè? Ja. Ik ga mijn best doen met een jaar lang gratis terug. Een jaar lang. Ja. Dit is alvast een beginnetje. Is voor de eerste 3 weken zo, hè? Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Nou, dankjewel. Veel succes dankjewel. Met je verslaving. Hè? Ja. Wat het lekkere. En we gaan weer even kijken naar het filmpje. Ik ben Kim Hulsje, clustermanager vrouwenopvang van het Leger de Cels hier in Amsterdam. Sharon is in de zomer is ze hier beneden op de afdeling gekomen bij de crisisopvang. Nou, Sharon is sowieso een hele mooie vrouw. Ze is ook een hele sterke vrouw. Ze heeft een hele moeilijke periode achter de rug. Maar haar kinderen staan gewoon vooraan. Wat ik ook heel erg mooi van haar vind, ze is kapster en nagelstyliste. En ze zorgt er ook altijd voor wat voor situaties ook ze is. Of het niet goed met haar gaat, of ze down is, waar ze ook woont. Dat ze er goed uitziet, zodat ze zich hoe dan ook vrouw of mens blijft voelen. Dus dat vind ik heel mooi aan haar. Ja, hoe zij dan zegt, ook al ben ik hier, ook al zit ik in een opvang, ook al woon ik bij het leger zelfs. Ja, ik wil gewoon vrouw zijn en mens zijn. En, ze is heel sterk en ze ziet er altijd vrolijk uit. En ze kan nooit altijd vrolijk zijn, dat geloof ik niet. Maar als je ziet, dan word je ook vrolijk van haar. Ja. Ja, Sharon is hier in de zomer gekomen bij onze opvang. Heeft ze een nare tijd achter de rug, ze is haar huis kwijtgeraakt, relatie verbroken. En daardoor is het alleen van kwaad tot erger gegaan, ook financieel gezien. En ze heeft het dus heel erg lastig gehad. En nu woont ze hier, is ze aan het opbouwen naar beter, weer naar verder. En binnenkort krijgt ze een woning en die dan uiteindelijk ook weer op haar eigen naam komt te staan. Dus dat is echt fantastisch voor haar. Dat was Kim van het Leger des Heils. En dat gaat om Sharon. Sharon, wil je bij me komen? Hallo. Hallo. Ga zitten. Ontzettend lief dat Kim dit allemaal vertelt over jou. Ja. Want het is best een moeilijk verhaal. Klopt. Ja. Wat ik meteen toen ik het filmpje zag, dacht ik ja, het is een. Als je geen woning hebt en je bent alleenstaande moeder en je hebt 3 kinderen. En je ziet er mooi en verzorgd uit, dat mensen ook vaak denken: nou ja. Niks aan de hand. Niks aan de hand, ja. Dat zal wel gaan met haar. Ja, klopt. Ja. Ja, denk maar dat is natuurlijk jouw vak is om er mooi uit te zien: ja. Kapster en ja, nagels. Ja, klopt. Hoe is dat om. Zeg maar, niet echt een thuis te hebben? Een beetje een verschrikkelijk gevoel. Vooral niet voor mezelf, maar voor mijn kinderen eigenlijk het meeste. Want je wilt toch het beste ervan maken. En dat ze niet dat gevoel continu hebben van, oh, we zijn niet thuis. Of we hebben geen eigen plekje. En waar we nu zijn bij Leger des Heils, geeft ze ons dat toch wel. We hebben ons eigen stekje daar, onze eigen woonkamer, slaapkamer. Alles wat we zelf kunnen doen. En ja, het geeft toch een klein beetje het huiselijk gevoel, toch? Maar je zit al in een goede move, zeg maar. Want binnenkort is er dan toch echt een woning voor je. Ja. Dus daarop ben ik nu aan het wachten. Ja, want we willen toch een beetje een positieve draai geven. Want we begrijpen natuurlijk allemaal degene die kijken van mensen die met 3 kinderen bij het Leger des Heils zitten in plaats van in een eigen huisje ergens. Dat zal allemaal niet meevallen. Nou, we gaan het niet hebben over het verleden, want je bent net zo lekker sterk bezig om je weer op te bouwen. Maar dat zal iedereen die kijkt, zal dat begrijpen. Dus we willen je eigenlijk een steuntje in de rug geven. Oké. En we dachten, het allermooiste en het allerbeste is dan toch altijd dat je elke week zorgt dat jij en de kinderen te eten hebben. Want dat is een groot probleem. Dat is best heel kostbaar. Ja, klopt. Dus toen dachten we, het allerbeste en het allermooiste zou dan ook zijn als jij van ons een jaar lang elke week al je boodschappen krijgt van ons. Oh, echt? Echt waar. Een jaar lang. Alle boodschappen. Hoef je niet te kopen, maar krijg je van ons. Kijk eens. Sharon, want dat is iets in de goede richting. Een enorme check erbij. Die zal ik even zo neerzetten.
Dan kun je daar naartoe. En wat je maar nodig hebt, dat kun je elke week dan ophalen bij ons. Oké, is goed. Dankjewel. Goed, hè? Ja. Oké, nou, dankjewel. En dankjewel, dames en heren, even voor het warme applaus. En dank thuis voor het kijken. En wij vonden het ontzettend leuk om te doen. Het was ook meteen het startschot vandaag om een jaar lang prachtige aanbiedingen te doen hier. En dat gaat vanaf nu beginnen. En wie weet zien we elkaar volgende keer weer terug. Dag allemaal. Mooi, hè? Niet alleen deze mensen zijn vandaag blij gemaakt. Jumbo maakt iedereen het hele jaar blij. Met diverse jaaraanbiedingen op tal van producten die u het hele jaar nodig heeft. Ontdek het in uw eigen Jumbo en op jumbo.com.